Die mensen daar zijn echt eng. Hallo. Ja. Waar kijk je hier? Goedemorgen iedereen. Ik ben heel moe. En we gaan straks met Casper ontbijten en hiervoor was in het water gedieft. Dus we gaan even zijn iPod en zijn boxje in de reis zetten. Oh shit, dat gaat echt afstinken. Gek gozer. En dan gaan we weer schuddebuikjes eten. Oh, daar heb ik wel zin in. En dan kijken we wat... en dan kijken we wanneer Ivar's shit goed is. Ze reist eten. Doei! Kapot mooie opstelling voor de tijdsverloop. Bam. Heerlijk jongens. That's fucking good. We zijn onderweg naar onze volgende slaapplek. Hoe vertel, wat is het ook weer? Loosdrechtse plassen. Loosdrechtse plassen. We kunnen het niet goed uitspreken, maar daar zijn we nou onderweg. En daar gaan we naartoe. Dus daar gaan we ook voor slapen. Het is ongeveer 5 uur varen, zei Kane zoiets. Dus nou ja, we hebben er zin in. Lekker lang varen. En hier komt de timelapse. Varen. En dan gaan we daar met vol gas langs en piept het hele bootje alle kanten op. De hele boot gaat alle kanten op. Daar komen we jongens. Just a prank bro. Just a prank. Daar gaan we proberen met de golven mee te gaan, dat is slim. Was dat even avontuurlijk, hè Casper? Amerikaanse scheur, garage, vol van de boot. Lekker varen met de homo's. Uit een mes, hij is zo vrolijk. Wow, wie heeft dat gevraagd? Allemaal eten sushi! Nou, ik film verder met mijn telefoon.
boot. Wat is dat? Ivar die gooide de komkommer. Hij ligt op de boot nog, toch? Ja. Oh ja, Hoegas was trouwens net bijna een ongeluk veroorzaakt. Hij zat naar mijn zakmes te kijken. Dus toen ja, toen opeens, toen dacht hij, oh, ik hoef niet meer te sturen. Dus toen botsen we bijna tegen een woonboot aan, maar gelukkig greep hij snel genoeg in en stuurt die hele fucking boot naar de zijkant. Tering. Mogol. Hey, kijk, mooi huis, hè? Mooi. Oh mijn god. Stil, jongen. Spanning, voel je, dat was een auto die over zijn reed. We zijn op de plassen aangekomen. Heel mooi hier. De motor staat hard, jongen. De regen is voorbij. We gaan op dit eilandje aan meer. Let's go! Zo. Lekker aangemeerd op het eiland. Even op een andere plek zitten. Huh? Snap er niks van. Snap er niks van. Goeie gooi. Hey. Kapitein. Okay. Peter de vis is dood. Ja, hij houdt zich dood. We leggen hem zo in de fucking water. Hij probeert eruit te springen. Gewoon heel droog liggen. Het zijn allemaal dingetjes, allemaal schubben. Oh, dat is tering grappig, jongen. Ik ben helemaal niet. Nou, we hebben vis gevangen, jongens. Tering leuk. Hey, dat werkt. Hij gaat eruit springen, hoor. Weet ik. Dan springt hij er maar. Laat maar door bolden. Zonder dat ik het door had, had Kane even het fucking hoofd eraf geslagen van de vis. Godverdomme. Dan zitten we te oefenen voor als we het een keertje zouden eten. Leg het op, jongens. Dat is geen hoofd. Oh mijn god, gaat hij met een mes? Dit wordt gefilmd. Godverdomme. Mooi. Zo koop je hem gewoon in de winkel. Ja. Wat is dat lekker? Kijk, helemaal schoongespoeld, jongens. Lekker visje. Lekker. Ja, het ziet er wel uit als een goed visje, hoor. Mooi visje. We gaan hem niet eten, want we weten niet of het goed is of zo. Ik wil maar geen eten, ik wil morgen niet doodgaan. Dus. Omdat ik het verkeerde visje heb gegeten. Ik eet gewoon lekker rauw met ja, alles en aan. Dat is wel leuk. Alles en avontuur. Jammer dat Kane niet zei dat hij zijn hoofd eraf ging stampen. Had ik dat ook op film. Stukjes visje vis. Kiel, wacht, dit kan ik gebruiken als aas voor de andere vis. Oh. Echt, werkt het? Ja. Vis eet vis. Als je wil snijden, gebruik je dat. Dat is mooi. Alsjeblieft. Nou, helemaal kut, jongens. Ivar is in de water gevallen. Hij struikelde over de touw daar. Hier zit een touw. Ik weet niet of je het kan zien. Voor metaal. En er struikelde hij over het land die tussen de twee boten. Hij probeerde zich nog tegen te houden. Maar ja, hij was al lang op zijn weg gegaan. Dus dat gaat kut worden.
En zij gingen helemaal stuk toen ik het vertelde en ik was een beetje bezorgd. Ze van, oh shit, ze heeft zijn kop gestoten zo, maar ze heeft gewoon helemaal dood. Alleen het kut is, Ivar heeft zijn fucking boxje en zijn iPod ook in het water laten vallen. Hij heeft ze gelukkig nog vastgehouden en niet in het water laten vallen zoals mijn GoPro. Ze liggen niet op de bodem, dus dat is goed. Schoenen zijn lekker nat. Ja, schoenen, alles. Hij voelt alles in de Warionet Cars Against Humanity aan het spelen. Tering gezellig, en opeens valt hij zo met bakken. Dat is nou jammer. Ja, we zijn aan het schommelen op onze boot, dat is een kamer. God mag niet. Nou ja, goed op. Er moet iets fout gaan in deze boot toch? Elke dag gaat er iets fout. Dus morgen hoor je ook wel wat er fout gaat. Zijn GoPro al verloren, zijn GoPro al verloren. Zijn apparatuur. Ik doe wel 5-5-5. Oké. Tot ziens. Dit is GoPro. Dit is voor 2K16.